match van de laatste kans, zeg maar, voor FC Brussels. Deze man staat centraal, Albert Cartier. Was hier 2,5 jaar coach bij Brussels, maar vanavond als trainer van de bezoekers bij Bergen. Nandu Tubi scoorde 2 keer in totaal voor Bergen. Hij maakte een goede indruk op Brussels, dus goed gedaan van Gorjus. En de eerste kans in de wedstrijd is voor Brussels. Olof Guterstam. Dat is de lange bal naar Daman. Nu is hij weg. Cordier is er niet bij. En hij scoort. Momo Daman bij zijn terugkeer. Mika Cordier, ja, hij moest uitkomen, maar leek dan toch te twijfelen en kwam te laat. En zo kon Daman scoren opnieuw na de zoveelste lange bal van Duarte. Daar heb je hem, die lange bal. En goed doorgekopt door Dalmat was het. En dan verkijkt Michael Cordier zich volledig op die bal. Dan zie je geen communicatie tussen Kouyaté en Andic. En dan is Lukunku weg met de bal. Bruno bij zich, Lukunku. Goeie reflex van Cordier. En bal nog altijd niet weg. Cordaro met Andic tegenover zich. Goeie voorzet. En dan rustige controle. En Cordier met de voeten. Zuivere tackle van Andic. Dan maakt Frankie van Rels zich bijzonder boos. Het is weer Kevin Achi. Het is een tweede gele en die moet eruit. Rood voor Kevin Achi. Bergen verder met 10. En je hoort hier in de tribunes dat de hoop bij Brussel groeit. Met 11 tegen 10. Nog eens kijken naar die fout van Achi. Hier. En opnieuw tackle van Zubar. Gaat hij nog eens geel krijgen? Jawel. Tweede geel voor Zubar. En opnieuw rood. 10 tegen 10. Ja, Stefan Zubar. Hij nam risico's. Ook na dat eerste geel. Hij was dus eigenlijk al gewaarschuwd. Van Mat. Maar niet zo zuiver. En dus zal het van de tweede lijn moeten komen. Goed schot van Osin Raguet. Bal binnengehouden, Sorokin. Sorokin mag niet te lang wachten. Doet hij ook niet. Guterstam moet nu scoren. Guterstam. Recht tegen Herpoel aan. Wat een mogelijkheid, Olof Guterstam. Dit had hij nooit mogen missen. Gorjus. Dat is een goede mogelijkheid voor Matumona. Met zijn rechter. Gedaan voor Dalmat. Dalmat gaat hij het afmaken, Dalmat. Hakje. Ja, bijna François Zocco. Oh. Tijd is opgebruikt voor Brussels. Nog één kans krijgen ze. Da Silva en de bal gaat binnen, jawel. 93 minuten zijn verstreken. Maar het is Julien Gorjus die er 1-1 van maakt. Na 93 minuten. In de 94ste minuten scoort Julien Gorjus. En nu fluit hij wel af voor Vekke. 1-1. Daar schiet niemand iets mee op. Maar misschien houden ze zo de hoop levend.